Heel veel mensen zijn bezig met de toekomst of het verleden. Dus of ze hangen in dingen die zijn geweest, die je niet meer terug kunt halen. Of ze zijn vooral bezig met als. Als ik dit heb of als ik dat heb bereikt, dan ben ik gelukkig. Maar eigenlijk is er niks anders dan het nu. Gelukkig is er ook een hele grote opmars bezig met mensen die De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle aan het lezen zijn. En zich bewust worden dat het leven nu plaatsvindt. Er is niks anders dan nu. Er is alleen een gedachte over het verleden, maar er is geen verleden meer. En er komt ook geen verleden terug. Dus we moeten ons focussen op het nu. En hier waar het is, gebeurt het allemaal. En hier waar het is, moeten we gelukkig zijn. En niet pas als die relatie er is, als dat geld wordt verdiend, et cetera. Los van het feit dat als je die zaken dan hebt bereikt, dat geld of die man of die horloges of whatever voor materiële zaken die je denkt dat je gelukkig maken, kom je erachter dat je wel weer wat nieuws wilt. Want er is elke keer weer wat nieuws. En daarnaast is er niets materialistisch of buiten jezelf wat je gelukkig maakt. Je kan de lat steeds hoger leggen en steeds meer willen. Meer geld, meer rijkdom, meer materie, meer vakanties, et cetera. Maar uiteindelijk ben je onverzadigbaar. Want geluk zit niet in dingen buiten jezelf of in een goed, mooi, strak lichaam. Geluk zit in jezelf. En als je daarachter komt, dat is pas vrijheid. Want dat betekent dat je niks of niemand nodig hebt. Geen man, geen horloges, geen geld. Om je gelukkig te voelen. Je kunt je gewoon altijd, waar je ook bent, gelukkig voelen. Dat is toch mooi? Nou, vandaag ga ik een opdracht geven die je daar steeds een beetje dichterbij brengt. Het grootste gedeelte van ons leven speelt zich eigenlijk af in je hoofd. Het is een harrewar aan gedachten die alle kanten opgaan en die we eigenlijk niet eens goed bewust meemaken. En vandaag ga ik je vragen om een paar momenten per dag uit te kiezen waarin je bewust aanwezig gaat zijn met hetgeen wat je aan het doen bent. Bijvoorbeeld met eten. Hebben we vaak een telefoon, we hebben een televisie aan, de muziek staat aan. Vraag dat allemaal eventjes weg te leggen. Telefoon weg, muziek uit. En misschien ook wel aan je kinderen of je partner te vragen of je in stilte kunt eten. En dan ga je eens even ervaren hoe het eten in je mond proeft. Probeer zo lang mogelijk te kauwen en slik het door. En wees eens aanwezig bij dat eten. En weet je dat er wetenschappelijk is onderbouwd dat als jij mindful eet, want zo heet dat, dat je minder eten nodig hebt, dat je sneller verzadigd bent en meer geniet. Dus minder eten nodig. Dus je hebt twee vliegen in één klap. En dat kun je ook doen met tandenpoetsen. Dus niet van alles nog bedenken over de dag, maar gewoon bezig zijn met het tandenpoetsen. Dus gewoon tand voor tand, zie wat je doet, proef wat je proeft. Continu. En dat kun je eigenlijk met alles doen. Of het nou je oksel scheren is, of je haren kammen, of je make-up opdoen. Niet afdwalen naar gedachten over de toekomst of gedachten in het verleden. Maar gewoon zijn bij wat je op dat moment aan het doen bent. En die oefening kun je eigenlijk continu herhalen met dingen die je aan het doen bent. Het is ook belangrijk om dit bij het sporten te doen. Het is ook wetenschappelijk onderbouwd dat als je focust op de spier die je traint, dat het meer effect heeft. Oefen dit niet alleen de aankomende week, maar pas dit gewoon toe in je leven. Want multitasken is echt voor niemand gezond.